Maar Vincent, dat hoor je niet hoor. Oh my god! Dat hoor je echt niet. Maar dan nog, het ziet er geweldig uit! Hey kijkwaarsters, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite Hide and Seek! Vandaag gaan wij dus even lekker een potje Hide and Seeken. Dus ik hoop dat jullie er alle zin in hebben. Smash even allemaal keihard op het duimpje, mogen super awesome zijn. Dit was een leuk plekje, goed bedacht, maar verstoppen hier is echt verschrikkelijk, hé. Heel lastig inderdaad. Holy moly. Dit is echt niet gezond. Het is heel ingewikkeld, lol. Hier kan je gewoon niet verstoppen, joh. Ik heb een plekje. Echt? Ja, niet heel goed, maar je moet toch wel. Ik heb ook een plekje. Ik schat, jij bent de eerste zoeker. Heel veel succes en hopelijk vind je ons. Ja, is goed. Ja, wij zitten verstopt. Ik ga winnen, jongens. Ik ga even er zitten. Hey, wat misschien leuk is, we hebben het ook bij Adventure Escape gedaan. We zoeken daar nog eigenlijk iemand voor. Maar misschien is het ook wel leuk om met Hide & Seek eens een keer met een kijker te doen. Ja. Dus mocht jij het nou leuk vinden, laten we voor op Adventure Escape is 5000 likes gelukt. Als we nu 5000 likes halen, gaan we de volgende keer Hide & Seek met de kijker doen. Beloofd. Maar bij moet deze. Jullie wel achterlaten of jullie op console of PC spelen en ja. Of jullie microfoon en Discord gebruiken. En Discord gebruiken. Je hoeft niet meteen je Discord naam alles in de beschrijving te zetten. Nee, nou, zeker nee, niet. Nee, zeker niet. Maar laten we even achter wat je Instagram is of zoiets. Of je Discord mag ook. Maar dat laat ik aan jou over. En nee, laten we zo zeggen. Laat je Instagram account achter. Dan weet je meteen of ik of Eva jou met jou contact opnemen. Dat is makkelijker. Dan kan je ook meteen onze foto's zien. Dat is geloofwaardiger. Mocht iemand anders zeggen van dat hij mij is. Don't trust that. Please. Hou dat in de gaten. Maar wat ik zei. We gaan nooit een wachtwoorden. Dus, Nee, ook niet. Dus 5000 likes. En de volgende keer mag iemand meedoen met Hide & Seek. Jacco, jij bent echt freaking goed. Kan ik je vertellen. Ja, maar je kan je niet verstoppen, jongens. Jawel, ik ben al verstopt. Ja, ik... Dat plekje wou ik eerst ook, Vincent, maar ik dacht, Nou, ik heb hem nog niet gevonden, dus in principe... We kunnen ook een keer heel het desertgebied doen. Zo, ja, jij bent koekoek. Ja, klopt. Weet je hoe groot dat is? Merk het wel. Nou, ik kan je niet zeggen, als je dat gaat doen, doe ik niet mee. ABC kapper mee. Ik doe het niet mee, dan doe je het maar alleen. Ja. Jezus, wat zit jij hier weg? Hey. Het leek inderdaad een erg leuk plekje. Dat is een goeie, hè, deze. Mocht je hier nou bewegen trouwens, of niet? Ja. Ja, toch? Je mag gewoon lopen. Waarom deed ik dat nou niet net? Ja dat weet ik ook niet. Je zag me toch al? Nee, ik zag jou niet. Oh, nee, echt dat was een, ik zat daar een beetje... Oh. Oh, dat ben ik. Ik zat een beetje te glitchen op dat plekje, dus... Te glitchen? Ja, maar dat moet je ook niet doen. Nee, maar dat ging automatisch op dat plekje, dus dat was heel irritant. Ik ga één van jullie gewoon de langste tijd geven die er is. Ga je nou heet het lopen? Misschien. Misschien ook niet. Ja, dat maar jouw weet plekje ik niet. Was juist super goed, want die had ik nu steeds niet gevonden. Misschien loop ik wel de hele tijd rondjes. Je hebt geen goede plekjes, Eva. Kijk, als Jacco bij jou loopt, loop ik gewoon elke keer de andere kant op. Maar ik loop niet bij Eva. Maar nu help je Vincent, Jacco. Maar ik loop niet bij jou. Ja, je zou me maar niet vinden, dat zou lullig zijn. Ik kan jou gewoon echt niet vinden. Ja, zo goed ben ik verstopt. Ja, dat is de tijd maar weer. Ja, ik kan niet tegen even zeggen dat ik de game ben geliefd hoor. Nee, doe ik niet. Oké. Okay. Hey, heb je Vincent het dus al gevonden, Eva? Nee, blijkbaar niet. Oh, dat is vervelend. Ik ben echt op sommige plekken echt al 10 keer geweest. Volgens mij. Nou ja, blijkbaar niet goed genoeg. Je bent niet goed genoeg op 10 plekken geweest, Eva. Nee. Dat doe je net niet goed genoeg. Waarschijnlijk je toch iets beter moeten kijken. Volgens mij is Jacco echt aan het puzzelen voor zijn tweede verstopplek of zo. Nee, ik ben een beetje aan het looten, maar inderdaad, nu je het zegt, is het best slim. Verstopplek te kijken. Nou, als het nog lang duurt, wachten we even, ja? Ga ik even Jezus. Een stukje doen. Oh, 60 wat is het minuten moeilijk. Later. Lekker hoor. Oh nee, we hebben nog 48 te gaan. Het besef dat het uiteindelijk toch best ingewikkeld is. Kan, hoeft niet, mag. Ja, inderdaad, kan, hoeft niet, mag. Hé, ik ben toch overal geweest? Jacco. Ja? Hey. Jacco. Ja? Ja. Zag je dat niet? Tuurlijk wel. Nee, maar zag Eva mij niet? Hoorde je mij niet? Wat? Nee.
Oeh. I'm a lucky guy. Oh, schat, dit duurt wel echt lang hoor. Oh my god. Oh my god. Wat moest ik zien dan? Weet ik niet. Jezus. Jacco, zie je Eva nog? Jacco. Jacco. Ja. Ja. Zag je die? Ja, ik sta stil om te kijken, maar ik niet. Maar wie zegt dat ik recht vind het aankijken? Misschien kijk ik ook wel via mijn ooghoek wil. Oh, ik ben zoveel rondjes al gelopen. Dat is niet normaal. Ik loop de hele tijd rondjes. Rondjes. Ach, Eva. Ben ik. Joe. Come out. Wherever you are. Ik ben de afleiding van de fietsen. Ja, echt hè? Ja, irriteert je aan mij hè, Eva? Nou. Zou ik mijn afleiding 2.0 inzetten? Jacco. Ja. Waar kan jij naartoe? Oh my god, ben je dit serieus? Wat? Ben ik echt blind weer? Ben ik weer blind? Maar Vincent, dat hoor je niet hoor. Oh my god. Dat hoor je echt niet. Maar dan nog, het ziet er geweldig uit! Zal ik een tip geven? Even in het een beetje koud. Oh. Oh my god. Huh? Ben je Spider-Man geworden of zo? Shit, hoe weet je dat? Zo, dit meen je niet. Ben je heel warm geweest? Ja, wel heel warm. Echt heet geweest zelfs. Ik kom alle loot map af, want Vincent straks geen wapen. Oh my god. Serieus? Wat? Ja, maar Vincent, soms klitst het geluid, hè. Dan zie je... Maar dan nog? Ja, ook wel een goede. Zag je me nu pas? Hey. Oh my god. Oh my god. Maar Vincent, je moet ook iets bekennen. Heb je wel rondjes? Nee. Ja, zo vermoeden had ik dat ook al. Dat was een troll. Hè? Ga je nu via achter stiekem? Misschien. Ja, dat mag niet. Misschien niet. Nee, dat is helemaal. Oh my god. Ja. Zou ik nu gaan zoeken, jongens? Bijna 10 minuten dit. Oh, goed gedaan, schat. Ja. Heel goed. Zou ik nu gaan zoeken? Ah, ga jij maar even lekker zoeken. Oké, plekje gevonden. Ja, je kan. Nou, zoeken. Daar kom ik ook, hè. Geland. Erg geland van je, jongens. Waar is de brand? Even kijken. Oh, brand, waar? Ja, jij zegt brand, geland. Ik zeg brand, geland. Ik heb een primeur gunnetje, hoor, jongens. Oeh. Een krepler? Nee, een revolver. Ik heb twee primeurtjes. Echt, als ik straks ga spelen, dan is er gewoon niks, geen wapen meer over. Nee, maar je mag geen stopplek meer, denk ik. Jij weet dan alles al. Dat is ook wel weer zo, ja. Ja. Nou, Jacco, kom maar. Ja, duurt lang. Ik aan het doen ben. Ik ben aan het zoeken. Ik ga jou net zo lange tijd als Eva geven. Ben je op zoek naar wapens of wat? Iemand heeft hier een stoel weggehakt. Dat heeft volgens mij Vincent gedaan. Ik heb helemaal niks weggehakt. Oh, ik heb hem ook niet weggehakt. Tuurlijk, geef mij gewoon meteen de schuld van iets wat ik niet gedaan heb. Dan is het Jacco geweest, want ik heb het niet gedaan. Deze huisjes zijn allemaal zo irritant, al die kamertjes. Ben ik al in de buurt geweest? Misschien niet. Nee. Laten we gewoon Jacco meer dan 10 minuten geven. Nee, dat is onmogelijk. Laten we Jacco 40 minuten geven. Nee. Is helemaal 40 minuten te zoeken. Ja, maar dan moet Vincent nog en dan moet helemaal een nieuw potje. Ja. Als jullie niks hadden gezegd, was het nog steeds lang bezig geweest met het zoeken naar Vincent. Ja, denk je?
denk ja. het wel. We speelden in Retail Road, toch? Wat? Oh, je dacht best wel. Goeie grap, hè. Hebben we Heinz Sieken aan een Pleasant? Ja, toch? Ja. 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 Nee, ja, nee. Jawel, jawel. Nee. Niet? Huh? Wel? Ik weet niet of we Pleasant Park hebben gedaan. Dat is een goeie. Misschien is Pleasant Park wel voor de volgende keer. Maar dan moet je wel een heel goede zoeker hebben. En anders laat in die reacties achter waar we naartoe moeten gaan. Ja, of degene die wint, die mag een plek uitkiezen. Dus als we 5000 likes halen, gaat er een kijker meedoen. Mag die dan kiezen? Die mag kiezen waar we Hide and Seek gaan doen. Dan gaan we hier Hide and Seek. We gaan in het oceaan Hide and Seek. Nee, dat gaan we op de kubus doen, want dat wordt dan een vulkaan. Hey Jacco, jij ook hier. Daar zat ik net al. Echt? Dus, ja, zonder dat houten platform dat ik daar een dikke glitch leg. Oh. Ik dacht al, hè, wat raar. Waarom zit hier een platform die ik kan editen? Ja, dat moest omdat ik anders zo erg glitchen. Dat is heel irritant. Nu alleen Eva nog. Zo, maar in een bosje kijken. Ja, dat zou ik ook maar doen als ik jou ja, was. Je kan wel blijven schieten, maar het kan altijd nog scheef gaan. Wow. Wacht even hoor. Was Vincent nou net niet gevlucht? Vincent vlucht altijd. Nee, ik zat gewoon netjes te wachten. Wow. Ik was de tijd aan het uittellen hoe lang je al bezig was, dus daarom heb ik niet naar de tijd gekeken. Oh, ik kan even nergens vinden, joh. Oké, ik heb mijn wapens al klaar, Jacco. Dat is te lang niet. Jongens, ik heb ook gewoon een goed wapen. Denk je echt dat ik het meen, Eva? Nee, tuurlijk niet. Ik zag je toch maar... Ja, tuurlijk, je scoopt op mij. Okay. Ik denk dat ik een plekje heb. Top. Ik nog niet. Ja. Eva, is dit Jacco, goed? Jacco, wat duurt het lang, man? Wat een gezeur. Then I'm coming to you guys the way. Do you know the way? Ik hoop dat Vincent een heel grote glider heeft, dat hij niks ziet. Oké. Where are you friends? Come out. Where are you friends? Nou. Ik wist het, jij zag mij al. Jacco, ik wist jij het. Hehehehe. Oh, ik wist het, hè. Jacco. Mag ik nog een keer meedoen, jongens? Ja, voor spek en bonen, maar niet heus. Okay, ik ga nu Eva verraden, jongens. Jacco. Volg Vincent maar. Ik wist het, ik had echt een te opvallende plek, maar ik wist het echt niet. Jullie zetten mij zo... Ja, maar jij bent ook nog... Jij bent helemaal niet slim. Jij was vrij aan het bewegen toen ik vloog. Ja, dan komt er dat het ding tegen me aan als dat de klitsje. Nee, jij kiest dat plekje uit, niet ik. Nee, jullie zetten mij heel erg onder druk. Dus ja, jou heel erg onder druk? Ik vind dat ik nog een keer, man. Gebaseerd op wat? Jacco zit gewoon op mij te schieten gewoon. Helemaal niet. Dat is karma toen in Fatal Fields. Ja, inderdaad. Zeker zit je wel op mij te schieten. Nee, helemaal niet. Waarom? Ik moet nooit beginnen met Hide and Seek, want dan ben je gewoon langs de tijd. Vaak wel hoor, man. Ja, echt hè? Nou, hoeft niet. Ik ken nu alle plekjes al. Oké, de kijker mag straks als eerste beginnen. Echt, Jacco, sodomiet erop met je kruisboog. Grapje. Ik ben dat niet. Nee, Eva die schiet een kruisboog, wil je zeggen. Ja. Ik heb een kruisboog. Ja. Oké. Okay. Dat zie je wel. Ik heb geen zin kruisboog. Volg je Vincent of zo, Jacco? Nee. Waar je ik nog? Zit lekker op een dak te chillen. Huh? Jacco, echt waar, jongen, ga weg. Ik ga die Jacco zo doodmaken nu weer. Hé, hoe is je daar zat? Weg jij. Jacco, ben je nou al de tweede keer gevonden in Hide and Seek? Jongen, ja. Jongen. Hij wou nog ik een keer meedoen. Ik was meedoen. Een afleidingsmanoeuvre. Jacco, volg Vincent. Oh, ik vlieg nu boven hem. Hè? Ah, dat rondjes lopen vind ik helemaal niks. Nee, hè? Nee, ik zat gewoon keurig op mijn plekje stil. Ja, maar je was wel... Ben je echt de hele tijd aan het lopen, schat? Nee, helemaal niet. Oh. Oh, wie was dat? Huh? Ja, dat was jij, Jacco. Je bent echt een grappenmaker van de Bingo Club. Jezus, ik moet gaben van je play schat. Heb je mij al wel gezien? Ja. Ja, dat moet wel. Ja, anders... Ik ken dat niet. Goeie plek. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft.
Ah, ik volg Vincent op de voet hoor even. Nou, je hebt me echt goed verstopt, hé. Hey, ik heb er ook 10 minuten over gedaan om jou te vinden, dus... Ik ben vandaag echt slecht in hide and seek. Heb je ook een bosje? Heb je nog helemaal niet gekeken, Vincent? Bij jouw eigen bosje. Dat zou je stunt zijn. Nee, daar heb ik op geschoten. Oh. Ja, maar ja, je kan erop schieten en dan is het nog missen. Ja, en Eva kan er ook opnieuw ingaan. Die is er nu natuurlijk weer uitgegaan. Dan kan ook weer ingaan. En kijk, je schudt nu alles mis. Eva zit daar gewoon in hoor, Vincent. Jullie zijn heel verschrikkelijk. Ja, misschien zit ik er echt in. Dan is het gewoon reverse psychology, hè? Je schiet gewoon alles mis. Je bent gewoon heel schil. Hier, kijk, ik schiet meteen raak. Zag je dat? Echt waar, waar zit je? Nou, ik snap er niks meer van. Het is best wel droog hier. Vincent, heb je al wel in elk huisje gekeken? Elk huisje ben ik in geweest. Oké. Elk huisje hier ben ik geweest. Maar ik zit nog steeds op dezelfde plek. Wat? Wow, wat was dat? Maar dat kan niet. Hoe kan je op dezelfde plek? Je bent echt al 3 keer geweest, Vincent. Ja, luister, ik ben overal al een keer geweest. Als het al niet 5 keer is, jongen. Krijg ik geen hints. Nee. Ja, het is gewoon. Jij krijgt karma omdat je ons lang de tijd wil geven. Helemaal niet. Ik heb Eva keiharde hints gegeven. Het is droog. Ja, wat kan ik met het is droog hint? Nou, het zit in een desert. Dus over het algemeen, Eva zit in een desert. Dat is de hele tip. Ik vind het echt stom dat ik mijn dans niet kan cancelen. Hé, is hier dit al opgevallen? Kijk, moet je even opletten. Als eerst je de pijl schiet. Zie je? Dan komen er van die kubus tekentjes op. Oké, leuk. Ja. Ik zoek Eva. Ja, leuk hè. Zoals nu. Wat is een hint van nu? Oké, Jakke, je hebt het nu gesloopt. Ik heb het gesloopt. Ja, dat stukje. Wil je een lift? Het is droog. Je moet een lift vragen aan Jacco. Ja. Nee, want Jacco die rijdt weg. Jacco, geef me een lift. Ja. Doei. Wat de f*** kan je niet? Ja, zie je, dan zeg ik. Die brengt me gewoon weg. Ik hou hier ook een lift. Zit je de hele tijd achter deze boom? Ja. Oh my god, dat meen je niet. Tuurlijk, sloop de hele boel maar weer. Nee. Hé, Eva, dat was mijn idee al. Oh, echt? Ja. Oh, echt? Je bent nog niet gedood. Ja, kill me dan. Vincent. Wat ben je nou? Oh nee, het gaat fout. Zit je echt de hele tijd achter die boom? Ja. Oh, oké, dat was een goeie. Dat was een hele goeie. Nou, goed gespeeld, schat. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Fortnite Hide and Seek. Hoop zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Fortnite video. Smash op duimpje omhoog, super awesome zijn. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!